Vertel wat we vandaag gedaan hebben. Ik heb geshopt in de stad, gewoon in de net. Kijk wie er langs komt! Een hele goede morgen! Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dag. Ik wil deze schoenen aandoen, maar kan dat ermee? Niet echt, maar we doen het toch. Nou, ik ben weer terug uit Spanje, helaas. Ik vond Spanje zo leuk. We hebben het zo leuk gehad met de familie ook. Ik heb ook nog nooit, zeg maar, zo lang met Stan en Jaloe en met Noé natuurlijk geleefd. Dus dat was echt gewoon even fucking leuk. Gewoon lekker met de kinderen van mijn zus en zo, omdat ik me soms best wel een beetje kut voel. Had ik nu zo ver weg gewoon van mijn familie en was dit deze week gewoon echt even precies wat ik nodig had. Het was zo leuk. Nou ja, nu is de vakantie natuurlijk weer voorbij. Helaas komt er al het mooie weer een eind. Ik ga even werken bij Ramon op kantoor. Ik voel me soms wel gewoon een beetje lonely hier in het huis. Omdat Ramon altijd aan het werken is natuurlijk overdag. En dan zit ik maar een beetje alleen. Dus ik dacht, nou laat ik gewoon naar Ramon's kantoor gaan om daar te werken. Dan voel ik me ook niet zo loner. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb boeken van de webshop. Topje van de webshop. Ik neem mijn laptop mee. Ik heb meteen Vinted ingepakt. Die ga ik zo even wegbrengen. En ik ga zo even mijn nagels laten doen. Want alle nagels liggen eraf. Dus ik ga even kijken wat ik wil doen. Misschien dat ik dit keer ook wel wat anders wil. Bijvoorbeeld gel lak of zo, gewoon alleen. Maar ik denk dat het toch gewoon weer acryl wordt. Het ziet er niet uit. Maar ja, het wordt de hoogste tijd om een nieuwe set te doen. Dus dat ga ik straks lekker doen om 3 uur. We gaan eerst even lekker werken. Een beetje vlogs editen, online werken voor de webshop, dat soort dingetjes. Het normale leven begint weer. Maar ik hoop dat jullie de Spanje vlogs allemaal leuk vonden. Want voor mijn idee waren de vlogs echt leuk geworden. Tenminste, ik heb geen idee. Zo'n gevoel had ik, omdat het gewoon echt voor mij echt een hele leuke week was. Ik ga straks even alle beelden overzetten op mijn laptop. En dan heb ik een beetje een idee van, zijn het leuke vlogs of zijn het niet leuke vlogs? Dus ga ik snel genoeg wat gaan. Op naar kantoor, Ramon is een tijdje. Waar ik ging nog eventjes de koffers uitpakken. En dat soort dingetjes. Altijd rotwerk. Leuk om op vakantie te gaan, maar koffers uitpakken en zo. Hekel aan. Even lekker gewerkt. Ik heb nu even een lekker truitje aan van de webshop. Onze lessen sweater in de peach kleur. Hier in de teleur is het gewoon heel de tijd aan het regenen. Terwijl nu in Leeuwarden en Groningen zo vet mooi weer is. Ik zie al mijn vrienden lekker in de zon. En echt gewoon 25 graden en het gaat genieten. Maar hier, normaal is het altijd andersom. Dat het in Brabant warmer is dan in Friesland. Maar vandaag niet. En ik kan ervan balen. Alweer vrijdag. Ik zie er niet uit. Ik moet echt nog even mijn haar doen, make-up en zo. Ik zit in de auto van Etteleur naar Leeuwarden weer. Ik ga even een weekendje lekker naar Leeuwarden. Daar heb ik helemaal zin in. Ik ga straks afspreken met Alice. Zij woont dan in Groningen. Dus ik ga nu eerst even naar Leeuwarden rijden. Of naar Deinem. Het exacte dorp waar ik woon. En dan even me klaarmaken. Een beetje omkleden. Oh, ik heb een broodje kapartje gehaald bij de tankstation. Maar zit echt van dat hele dikke oude kaas tussen. Ik vind een beetje van dat parmezaanse kaas wel lekker. Maar hier zit echt van dat hele dikke, oude gele plak tussen. Zoals dit. Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Sorry dat ik zo'n aansteller ben, maar ik ben best wel een moeilijke eter. Op zich. Dat zeggen mensen altijd. Ik vind het zelf wel meevallen. Maar het is nu 12 uur. Ik moet ongeveer nog een uurtje rijden. En daarna ook nog een uur naar Alice. Naar Groningen. Maar maakt niet uit. Helemaal zin in. Ik
ga lekker. Weet niet precies wat ik ga doen. We willen sowieso wat video's gaan opnemen voor YouTube. Eten gaan we lekker. Waarschijnlijk gaan we nog op stap. Lekker drankjes doen en zo. Dus helemaal zin in. Nou, ik ben weer bij mijn ouders. Ik heb even snel iets anders aangedaan. En ik moet nu weer in de auto. Oh, helemaal klaar met rijden vandaag. Net 2,5 uur gereden, nu weer een uur. Lekker richting Groningen. Hallo. 8. We zijn al inmiddels, wat is het? 18:06. Oh. Het is 18:06. We zijn inmiddels al hoe lang samen? We hebben nog niks gefilmd. Nee, maar dat is een goed teken. Dat betekent dat we iets leuk hebben. Dat is waar. Vertel even wat we vandaag gedaan hebben. Wat de planning is. We hebben boodschapjes gedaan, gekletst. En we gaan nu een make-up video maken. Dat Elf maar make-up doet. Ik heb dat dus nog nooit bij iemand gedaan. Nee, dit wel. In dat huis deed je sminken, toch? Was je dat niet? Ja, klopt. Toen hadden we zo'n Halloween party. En toen heb ik iedereen gesminkt. Maar het is natuurlijk wel heel wat anders sminken dan echt make-up. Ja, dat snap ik. Ik heb wel echt denk dat sminken moeilijk is. Nou, al die patroontjes. Ik vond het met meevallen. Oh, maar goed. Ik denk dat make-up lastig is. Want als ik nu een fout maak, dan is het minder snel te zien. Bij smink is het natuurlijk heel anders. Hm. Oké. Dus wij gaan even een video opnemen dat zij mijn make-up gaat doen. We gaan ons even klaarmaken. Daarna gaan we lekker naar La Cubanita. En daarna gaan we het terrasje op, denk ik. En op stap. Drankjes doen en dansjes ik doen. Ik hoop dat het leuk is. Vandaag is het vrijdag. Ja, meestal is het de drukste zaterdag. Ja, alleen ik vind het dan altijd te druk. Ja. In Leeuwarden vind ik vrijdag de leukste dag. Maar kun je ook leuk op stap gaan in Leeuwarden? Ja, heel leuk. Echt? Ik vind het zo leuk. Maar weet je waarom? Ik ken iedereen. Ja, oké. Okay. Nou, eigenlijk moet je dan gewoon naar Leeuwarden komen. Ja, zullen we binnenkort doen? Ja, dat is veel leuker misschien. Ik vind op stap gaan het helemaal niet leuk, hè? Ik. Soms wel, soms niet. Ja, ik weet niet. Ik heb er gewoon niet zo heel veel mee. Ik heb altijd het idee dat het heel druk is en dat ik het dan heel warm krijg. En nee. Het is niet iets voor mij. Maar nee, spontane avond vind ik dan wel weer heel ja, leuk. Ja, ik hield er ook een tijdje niet meer van. Want toen ging ik laatst weer eventjes in Leeuwarden. Maar het is ook omdat ik daar dan weer mensen ken van vroeger van de middelbare school. Ja. Hier in Groningen vind ik het misschien ook weer minder. Ja. Omdat je hier mijn plek is. Ja. Maar ja. Of juist wel, omdat het juist een plek is waar je eigenlijk nooit komt. En andere mensen ja, gaat leren precies. kennen. Dat is misschien ook weer leuk. Ja. Nou, we gaan allemaal meemaken. We nemen jullie gezellig mee. Ja. We gaan even een video filmen. Hi! Hi! Nou, we zitten lekker bij La Cubanita. We gaan lekker een carpacciootje eten. Bon appétit, liefje. Bon appétit. Volgende ronde. Kan het echt. Toetje. Ik vind het alweer zo. Goedemorgen. Ik weet niet of jullie het horen, maar mijn stem. Alles zit vol bij mij. Ja, ze gisteren ook lekker naar bed gegaan. Ja, ik ben echt ziekjes. We lijken wel twee oma's. Ja. Gewoon eerst helemaal planning, drinken. We gaan op stap, we gaan zuipen. We gaan helemaal gek een keer weer. Gewoon lekker spontaan. Lang we geleden. Lagen om 10 uur lekker op de bank. Te chillen. Gingen we kijken, perfect plaatje. Ja, en jij viel in slaap. Ja, ik viel en in slaap. En elke keer als ik moest lachen, had jij blijkbaar wakker. Ja, ik schrok van jouw lachen. Oh ja, ik ben nog op de bank. Ik ben nog niet op bed. Ja, op de bank al een paar keer in slaap gevallen. Ja, niet normaal. Maar we hebben wel goed onze 8 uurtje slaap gepakt. Dus nu zijn we weer lekker fit. We zijn er weer. En we gaan nu naar de Primark, naar de Sarah. En daarna gaan we nog een filmpje maken voor Ellen's kanaal. Ja. Dat is helemaal leuk. Mukbang. Ik heb geen honger. Ik heb ook echt helemaal niet. Misschien straks. Nou, hopelijk straks. En anders eten we gewoon wat meer. En altijd weer een ijsje of zo. Kan ook. Ja. Gaat om de vragen. Daarom. Elke kant is goed kan. We gaan even McDonald's ja, choppen. Ja, ook een middel of niet, toch? Ja. Wat ben jij nou weer aan het doen, oude zwerver? Ja. Kijk hoeveel meer. Krijg dan. Oh, wat vies. Baba. Jongens, ik ben weer thuis. Ik ben gewoon lekker bij mijn ouders weer. Ik ben net teruggereden en ik weet niet wat aan de hand is, maar ik ben sinds eergisteren gewoon echt helemaal naar. Ik ben echt ziekjes gewoon. Alles is vol. Ik weet dat ik heel veel last heb van hoornkoorts, maar dit is gewoon niet meer leuk. Daarom heb ik ook bijna niks gefilmd, omdat ik er gewoon geen behoefte aan had. Het was super gezellig met haar. Echt leuk. Maar dan zeg maar, we gingen heel veel kletsen. Dat was super gezellig. Maar daardoor was zeg maar mijn energie verder om te filmen was echt niet aanwezig. Maar mij niet uit. Het was in ieder geval vet leuk. Hopelijk binnenkort gaan we weer even wat leuks doen. Dat ik me wat beter voel. Want ik voel me echt slecht. Ik ga denk ik ook gewoon eventjes niks doen nu. Want ik heb vanavond een feestje. Maar ik kan er echt even niet aan denken.
Ik heb geshopt in de stad, gewoon in de net. En ik dacht misschien wel leuk om het te laten zien. Ik heb niks gepast op één zetje na. Op een setje van de Zara na, die heb ik wel gepast. En de rest is allemaal de gok. Dus we gaan het meemaken. Als eerst ben ik naar de New Yorker gegaan. Daar ben ik dit witte t-shirtje tegengekomen. Het stofje is heel fijn, ik vind dat heel chill. Gewoon op een high-waisted broek, gewoon een wit t-shirtje. Alleen ik zag het bij het afrekenen, zag ik dus dat er helemaal zo een foundation laag op zat. Of het valt er ook wel mee. Ik dacht, in de was krijg ik het wel uit, want dat is de laatste maat. Hier aan de binnenkant trouwens ook. Maar ja, ik dacht voor die 6 euro, ik moet wel echt even in de was hoor. Misschien dat mijn moeder het eruit krijgt. Voor 6 euro neem ik het mee, dacht ik. Geen idee is ook of ik het pas, want het zijn best wel strakke topjes. Dit is een topje van de Bershka. Weet je, zo off the shoulder. En dan wit, ook in de maat M. 16 euro, ook niet gepast. Oh ja, deze heb ik ook gepast trouwens, toen ik bij de Zara was. Hij was wel iets te groot, maar ik vond hem zo leuk. Ik heb hem gewoon meegenomen. Een broekrokje, maar er zit dus een wit glinsteringetje. Kijk, het is dus wit, maar er zit dus een heel leuk glinsteringetje in. Zie je? Ja, ontzettend leuk. Maat XL dus. Was de enige maat, anders was het S of XS. Ik vond hem zo leuk, maar wel echt een beetje te groot. Maar ik heb ze ook een riempje gekocht. Ik laat het straks even zien. Die is er super leuk bij. Daarna heb ik littekencrème gekocht. Op aanraden van Alice. Want ik heb soms, nou, op zich wel mee. Maar ik heb wel een beetje last van littekens. En ze zei dus dat dit daar wel voor kan helpen. Was wel prijzen. 43 euro of zo. Maar het was 1 plus 1 gratis bij de Ethos. Dus ik dacht, let's go, yo. Dit is een littekencrème. Ik hoop dat het gaat werken. Ik heb even make-up doekjes gehaald. Hier had ik nog wat van Bier Normaal aangezien je 1% gratis had. Dus ik dacht, ik kies er nog wat leuks bij. En dit is een hydraterende serum. Een lekkere serum. Provitamine B5 eenvoudig. Nee, drievoudig hyaluronzuur. Oké, ben benieuwd. 'S Ochtends en 's avonds 1 tot 2 pompjes serum licht immasseren op een goed gereinigde huid van gezicht en hals. Gebruik het serum voor reguliere huidverzorging. En dan nog van het merk, gewoon Ethos-merk, heb ik een reinigingsschuim gehaald. Gewoon lekker om even samen lekker je gezicht helemaal schoon te krijgen. En ik heb zo'n leuk riempje gekocht bij de Bershka. Ik vind het geweldig. Kijk. Ik vind hem zo leuk. En dan op dat witte rokje. Ja. Ik love het. En dit is dus die set die ik wel heb gepast. Die ging ook helemaal viral op TikTok. Deze broek, wel iets te groot. Het is alleen maar L. Dus ik heb hem wel gewoon genomen. Maar M was beter geweest. Maar op zich is het wel leuk. Lekker oversized. En dan daarbij nog dit topje. Bijhorende topje. Beetje zo'n haltertopje. Ja, helemaal leuk. En dan nog van de Stradivarius op twee dingetjes. Dit leuke topje. Heel cute. En als allerlaatste nog een leuk topje. Ja, helemaal cute. Dat was het weer voor vandaag. Ik ga nu even chillen. Tot Ramon er is. Want Ramon komt straks, maar ik ben derde. Ik zit op het terras. Hi liefie. On the cover. Ik mis nog eens. What the fuck. We hebben lekker vorig jaar gehad. Nu wachten we op ons hoofdgerechtje. Ja, wij. Want jullie hebben al gegeten. Jullie willen niet eten met ons. Je kunt het gewoon bestellen als jullie wat willen. Het is niet heel moeilijk. Nee, we hebben tijd van boterhammetje gehad. Ons hoofdgerecht. Oh, zielig. Weer niks. Weer niks. Kijk wie er langs komt. It's Jaloe. Ik ben er al lang. En Sylvan en Stan en Nies. We zijn net op vakantie. Ja. Wie waren er allemaal? Was hij er ook? Was Ramon er ook? Nee, alleen papa en ik en Stan en mama. Pas op hoor, je doet
Sakara, 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 Sakara.